En ja, ontwikkelt zich daar wel goed. En dan kan je gaan schuiven en moeilijke toestanden, maar dat moet je niet willen, vind ik. Want die jongen doet het daar gewoon goed en dan moet je hem ook de kans geven, zo simpel is het. En dus die speelt. Dus dat... Voor IJsselmeervogels. Goede resultaten in de afgelopen week en konden die worden voortgezet in de thuiswedstrijd tegen Almere City. Snel in de wedstrijd zien we dit gebeuren. Scheidsrechter Van den Burg is vrij gedecideerd bij de valpartij van Ali Akla, die inderdaad het been van een van de verdedigers van Almere City tegen zijn lijf. De reeks die neergezet is in de afgelopen weken kon worden voortgezet om de aansluiting met de top te blijven behouden. 11e minuut van de wedstrijd. Akla 16 meter gebied in, legt hem breed. Ja, dat is toch een goede kans. Won die wedstrijd met 3-0. En mag nog een keertje opdraven tegen Puerto Rico. Inmiddels op de Westmaat. Een mooie actie van Akla. Kan hem breed leggen, maar verkiest nu voor het eigen succes. Begrijpelijk ook. Mooie beweging van de spits van IJsselmeervogels. Hij is hot en goed bezig in deze wedstrijd. Een plaag voor zijn directe tegenstanders. Hier om de keeper heen. Kijkt goed. En ja, dat is een fijne goal waarmee hij zijn team opgesteld te staan. En dus 2-1 als ruststand. De tweede helft dan. Vanaf het middenveld. Mike van der Laan loopt goed weg. Paas komt op tijd aan. Links staat de vrijstaande man, maar hij doet het zo. Ja, het is ook lekker zo. Ondanks het afwezig zijn van Camilia, want dat is een groot en belangrijk baken in de verdediging bij IJsselmeervogels. Hier Özturk net, die de bal er niet in weet te krijgen. 62e minuut, goed gelopen, Akla. Paast op grot, nee. Bal geblokkeerd. City goed doorgaan hier van Huissen. En daardoor de Vogels in balbezit. Loopactie. En met buitenkant rechts slalomt hij eigenlijk om zijn man heen. Je zou verwachten dat je dat met links doet, maar hij doet het zo en gaat het 16 meter gebied in. Geen overtreding. Maar de scheidsrechter al vroeg in de wedstrijd vrij makkelijk voor de overtreding floot. En dus een penalty nu niet. Goed weggelopen hier. Özturk. Bal onder de keeper door. Ja, het is een prachtig. Hij wil de bal graag terug, maar hij gaat naar links. Naar Akla. Doet eigenlijk weer hetzelfde. Langs zijn man heen. Met de buitenkant. Dit is kansrijk. Laatste minuten van een leuke wedstrijd waarin het publiek een aantal mooie goals heeft gezien. En IJsselmeervogels bij vlagen goede aanvallen op de mat weten te leggen. En hier een voetballer die 2, 3, 4 man voorbij loopt. En dan zou je eigenlijk wensen dat hij scoort, maar de bal gaat voorlangs het doel van Jong Almere City. En zo blijft